Doe even dat ding aan. Heeft deze stofzuiger zuigkracht? Ja, ik zie jou lachen. Van wat heeft dit in hemelsnaam met de vrije wil te maken? Maar dat wordt duidelijk. Wat is de overeenkomst tussen je brein en je stofzuiger? De Universiteit van Nederland presenteert professor Dr. Bas Haring. Ja. En de vraag die ik nu wil stellen is de vraag: hoe werkt een stofzuiger? Ho, 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 ho. Hoor ik u denken, wat heeft dat in hemelsnaam te maken met 1, filosofie, of 2, het bestaan van de vrije wil? Sorry hoor, een stofzuiger. Toch wil ik die vraag stellen. En dan kom ik via een omweg straks weer terug bij het bestaan van die vrije wil. Het al of niet bestaan van die vrije wil. Hoe werkt een stofzuiger? Stel je je voor dat je die vraag voor je kiezen hebt. En dat je geen beschikking hebt over Google of een encyclopedie of wat dan ook. Maar dat je gewoon jezelf de vraag hebt gesteld: hoe werkt een stofzuiger? Je hebt hier een stofzuiger, ik zal hem even aandoen. Ja, hij doet het. Leuk, een stofzuiger. Hoe werkt dit? Ik weet niet wat u zou doen, maar de meeste mensen zouden beginnen met het uit elkaar halen van de stofzuiger. Ja, dat is wat je gaat doen als je een antwoord wil hebben op de vraag: hoe werkt een stofzuiger? Dat hebben wij al gedaan. En hier ligt een uit elkaar gehaalde stofzuiger. En wat vind je dan? Je vindt hier een kast waar allemaal dingen in zitten. En je vindt een... Ja, ik weet niet wat dit is, maar ik zou het een soort van motor met fan noemen. Als je niet weet hoe een stofzuiger werkt, weet je vermoedelijk ook niet hoe dit ding heet. Dus je hebt geen flauw benul wat je aan het doen bent. Je haalt hem uit elkaar en je gaat daar verder mee. En ik kan nou even demonstratief dit allemaal zo erin flikkeren. Hop. Dit komt dan zo allemaal uit die stofzuiger. En wat je doet, is je doet al die onderdelen uit elkaar halen, tot je op een gegeven moment kleine stukjes tegenkomt waarvan je denkt van, nou, dat begrijp ik wel. Of dit schroefje bijvoorbeeld, dan denk ik, oké, ik begrijp wat dit is. Een klein onderdeeltje. Dus dit onderdeel dat hier ligt, moet je dan nog verder uit elkaar halen. Deze strategie van het uit elkaar slopen van iets is dé strategie van de wetenschap. En hij heet reductionisme. Dus als jij een vraagstuk hebt, hoe werkt puntje, puntje, dan is dé manier om dat vraagstuk, zeg maar, aan te gaan, is haal het uit elkaar. En dat is dé manier waarop je dat doet. En dat gebeurt ook met onszelf. Als je je vraagt, hoe werkt dat in het hoofd van die mens, dan ga je die mens dus uit elkaar halen. En dat kunnen we tegenwoordig dankzij die techniek die ik net al noemde, die functionele MRI, min of meer. Ja, je kunt min of meer dat de boel een beetje uit elkaar halen. Maar er zitten valkuilen aan die strategie van dat reductionisme. Stel je voor dat ik die vraag heb over die stofzuiger. Hoe werkt een stofzuiger? En ik ben aangeland bij dit. Dit zat net op elkaar. En ik haal het uit elkaar. Ik gooi dit weg. Dan heb ik dit. Dit is een filter. En ik heb de vraag, hoe werkt een stofzuiger? En ik denk van, nou, ik weet het nog steeds niet. Weet je wat? Ik ga het filter uit elkaar halen. En er zitten allemaal draadjes in. En die draadjes kun ik ook weer uit elkaar halen. Het zal duidelijk zijn dat dit uit elkaar halen van dat filter mij niks leert over de werking van een stofzuiger. Dat is valkuil 1. Het is dus niet zo dat je altijd meer leert door dingen meer uit elkaar te halen. Dat is niet altijd zo. Dat is een valkuil van het reductionisme. 1. Je leert heel veel door dingen uit elkaar te halen, maar je leert niet per se altijd meer door dingen nog verder uit elkaar te halen. Ik hoop dat dat helder is. En 2, dat is een andere valkuil. Je zou kunnen denken dat een stofzuiger niets meer is dan een zak met onderdelen. Dit is een stofzuiger, zou je kunnen denken. Ja, dit is een stofzuiger en meer is het niet. Het is gewoon een zak met onderdelen. En het is natuurlijk niet zo. Een
stofzuiger is toch ietsje meer dan slechts die zak met onderdelen. Je weet in het begin niks over die stofzuiger. Dat ding is een raadsel voor je. En je gaat slopen en meer slopen en meer slopen. En naarmate je verder sloopt, leer je meer. Zo werkt dat. Daardoor kan je denken dat je altijd meer leert door verder te slopen. Dat heb ik net al laten zien. Maar daardoor ontstaat er ook een soort van hiërarchie van kennis. En die hiërarchie die zegt van nou, als je meer sloopt, dan weet je meer. He, dat zit een beetje verborgen in die strategie van het reductionisme. En dat is ook zo als het gaat om breinen. De mensen die het meeste slopen en het meeste inzoomen op de kleinste details van het hoofd, het lijkt alsof de kennis die zij bedenken meer waard is en knapper is dan de kennis van de mensen die met ietsje meer afstand naar die hersenen kijken. Dat lijkt zo, maar dat is helemaal niet per se zo. En dat wil ik illustreren aan de hand van nog een vraag. En dat is de volgende. Dan doen we even dat ding aan. En die vraag is: heeft deze stofzuiger zuigkracht? Ja. Ik zie jou lachen. Van wat heeft dit in hemelsnaam met de vrije wil te maken? Maar dat wordt duidelijk. Heeft deze stofzuiger zuigkracht? Ik zou denken, ja. Deze stofzuiger heeft zuigkracht. Heeft dit schroefje zuigkracht? Nee, dat schroefje heeft geen zuigkracht. Geen enkel van die onderdelen die daar in die bak ligt, heeft zuigkracht. Slechts dat geheel, die hele stofzuiger, die heeft zuigkracht. En de vraag is, waar heeft het woord vrije wil betrekking op? Heeft dat betrekking op een geheel, zoals een stofzuiger, of heeft dat betrekking op een onderdeeltje? Dat is een vraag die ik niet per se wil beantwoorden, dat moet u voor uzelf doen. Maar ik hoop dat ik wel laat zien dat hier iets lastigs zit. Als het kleinste onderdeeltje geen zuigkracht heeft, betekent dat niet per se dat het grotere geheel ook geen zuigkracht heeft, toch? Dat heb ik zojuist laten zien. Dus de redenering, het kleinste onderdeeltje in ons hoofd heeft geen vrijheid, dus het totaal heeft ook geen vrijheid. Dat is een incorrecte redenering. En ik wil dat nog sterker misschien laten zien aan de hand van een filmpje. En dat filmpje dat... ik wil die niet laten zien aan een filmpje. Ik wil eerst een basketbal waarmee ik zelf... Die ligt daar. Die had ik eerder moeten pakken. Ik ga eventjes achter de coulissen langs. Dan pak ik die basketbal. Oh god, het gaat helemaal fout. Al die attributen, stofzuigers en basketballen. En ik wil u en het gaat eigenlijk in wezen over grofmazigheid versus fijnmazigheid. Grofmazig heeft die stofzuiger zuigkracht. Fijnmazig heeft die stofzuiger geen zuigkracht. En in ieder geval hoop ik dat ik plausibel heb gemaakt dat als iets fijnmazig een eigenschap niet heeft, dat niet betekent dat het grofmazig, dat die eigenschap ook afwezig is. Dat heb ik proberen te laten zien. En dat wil ik nog een keer laten zien. Nog een keertje, nog krachtiger illustreren. En dat doe ik met deze basketbal. Ik stuiter deze basketbal een paar keer. En ik wil nu de vraag stellen: raakt deze basketbal de grond? Ja, zou ik zeggen. Maar het antwoord op die vraag is niet evident. Er zijn mensen die nee zeggen op die vraag. En dat zien we op het volgende filmpje. Dat is een basketballer. En hij zegt, de basketbal raakt de grond helemaal niet. En dan zoomt hij in op de details van de basketbal. Tot de moleculen en de atomen waaruit de basketbal is opgebouwd. En de moleculen en atomen waar de vloer uit is opgebouwd. En dan laat hij zien van kijk, dit zijn de moleculen van de vloer. Daarboven komen de moleculen van de bal. Die raken elkaar helemaal niet. Ergo, eigenlijk raakt de bal de vloer niet, zegt hij. Want de atomen waar de bal uit is opgebouwd, die raakt de vloer ook niet. Ik ben het met die uitspraak niet eens. En waarom ben ik het met die uitspraak niet eens? Ik zou niet weten
wat raken betekent als deze basketbal de grond niet raakt. Wat kan ik dan mogelijkerwijs met dat woord bedoelen dan? Dit is toch gewoon raken? Doe even normaal, mensen. Maar wat we hiervan leren is dat zo'n begrip op verschillende niveaus van inzoomen een verschillende betekenissen kan hebben. Op het niveau van de bal is er wat mij betreft wel sprake van raken. En op het niveau van de details van de bal is er geen sprake van raken. Dus die moleculen raken elkaar niet. De bal raakt elkaar wel. Dat kan. Blijkbaar kan dat. En het is heel wezenlijk voor de discussie rondom het wel of niet bestaan van de vrije wil. Want wat is de redenering die zich in het hoofd van veel mensen afspeelt als het om die thematiek gaat? Hé, denken ze dan. We leggen mensen in hersenscanners. We pluizen mensen uit elkaar, zoals we nu gedaan hebben met die stofzuiger. Nergens in zo'n mens kunnen wij ook maar een greintje vrije wil tegenkomen. Al die onderdeeltjes waaruit de mens bestaat zijn allemaal onvrije mechanische onderdeeltjes. Ergo, op detailniveau, op fijnmazig ingezoomniveau bestaat de vrije wil niet. Dan bestaat die op uitgezoomd mensniveau ook niet. En dat is een ongeldige conclusie. Maar ik vind het belangrijk dat filosofen dit soort conclusies ondervragen en bevragen. En in ieder geval hoop ik dat voor jullie duidelijk is dat mijn hersencelletjes en de onderdelen in mijn hoofd wellicht niet vrij zijn. Maar dat het niet per se betekent dat ik ook onvrij ben. Veel plezier ermee.